Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid maakt zich zorgen over de onhygiënische situatie bij de speeltuin op de Korte Akker in Druten-Zuid. Het zand is vervuild met de ontlasting van huisdieren en er is achterstallig onderhoud aan het groen. Inmiddels heeft de dorpslijst hierover raadsvragen gesteld aan het Drutens College van Burgemeester en Wethouders. De dorpslijst wijst erop dat ouders de problemen bij de speeltuin al vorig jaar juni bij de gemeente hebben aangekaart. Tot nu toe heeft de gemeente volgens de dorpslijst echter nog geen actie ondernomen. De partij zegt het belangrijk te vinden dat signalen van inwoners snel worden opgepakt. Daarom vraagt men aan het college om de onhygiënische situatie en het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk aan te pakken.